Met legendarisch Ivan Hippolyte. Multiple. K3, hè? K3. Dat was nog voor de K1, hè? K1 Max was dat. Vertel. K1 Max. K3 was de voorloper van de K1 Max. Jij zat aan het hele begin. Het begin, ja. K3, K2 en K1 had je toen. En je hebt vier keer... Nee, ik werd de K3 kampioen van Japan en de K3 kampioen van Nederland had ik gewonnen. En daarna hebben ze op een gegeven moment, omdat ik de favoriete Japaner verslagen, hebben ze het nooit meer georganiseerd. Helaas. Inpakken en wegwezen. En toen kwam later, Masato. Die kwam toen. En toen hebben ze gedacht van, nou dan gaan ze maar naar de K1 Max tot 70. En mijn was tot 75. Nou, dat is dus een hoop opgevestigd. Maar jij bent een van de allerbeste. Ivan, wat vind je van het kickboksen van vandaag de dag? Vergeleken met jouw tijd. Maar is het toch nog amusant, toch? Jazeker. Als ik naar heel veel wedstrijden kijk, dan amuseer ik me meer. Dus, nee joh, het is nog steeds vechten. Maar in jullie tijd was het echt toernooi, hè? Nee, in onze tijd is het meer op eer en discipline. Tegenwoordig gaat het inderdaad vaak meer om het commercieel gedeelte. Hoeveel tafels verkoop je, dan mag je vechten. Hoeveel kaarten verkoop je, dan mag je vechten. Dat vind ik jammer. En vroeger was het echt een beetje uitkozen dat jij gewoon de beste was. En vandaag kan je niet meer garanderen dat de beste daar staat. Want vaak is degene die het meest verkoopt, staat daar. De beste die zit thuis op de bank te zeppen, dat hij gewoon geen vrienden heeft of geen netwerk heeft. Dat is jammer. Maar eerlijk gezegd heb ik het allemaal heel professioneel geworden met voeding en met sponsoren. En dat op zich is de sport goed vooruit te gaan. En natuurlijk heel veel sportscholen meer. Hè. Dat ik altijd even zeg maar de kwaliteit praat, want iedereen kan nog gewoon de deur open en zeggen ik heb een kickboxschool. Maar dat is natuurlijk wel de aanval van vechters veel groter geworden. En dat merk je wel weer in de evenementen. Er zijn heel veel evenementen. Dus goed voor de sport toch? Zeker. Nog een beetje politiek verder kunnen krijgen en een mooie toekomst. Ja, ze zijn er zogenaamd mee bezig. Ja, ze zijn al 5 jaar mee bezig. Ja, precies. Ivan, kunnen we jou misschien ooit nog in een veteranenpartij zien? Ja, natuurlijk kan je maar op een veteranenpartij zien. Als een paar van de veteranen opstaan van de bank en gaan vechten, kom je kijken. Ja? Nee, kijken, ik bedoel meedoen. Oh, je bedoelt meedoen? Ja. Nee joh. Echt niet? Nee, Perry Ubeda, wat vind je van het Perry Ubeda? Ja, klopt. Ze gaan weer vechten. Ik werd benaderd ervoor, maar ik heb dacht ik wel. Je was te zwaar. Ik was te zwaar inderdaad. Ik moest ook nog 15 kilo naar beneden. Ik zeg, jongens, weet je, voor het bedrag wat jullie aanbieden moet het leuk blijven. En dan moet je ook nog tafels verkopen. En moet je ook nog tafels verkopen. Dan gaan die kilo's niet voor verliezen. Hè? Nee, maar nee, joh. Weet je, ik heb zoiets van als je op een gegeven moment goed afzet hebt genomen, je hebt het goed gedaan. Je hebt niks meer te bewijzen, hè? Ja, helemaal niks meer te bewijzen. Weet je, en ik ben blij met mezelf. Ivan, mag ik je vragen over die partij van Sikking versus Ibrahim El Bouni? Is een protest ingediend? Is daar nog... En nu dat je erop terugkomt, eerlijk gezegd, tot de dag van vandaag is nog steeds niet helemaal behandeld. En ja, daar komen net, heb ik net van tevoren, een tijd geleden, de kleedkamer aangegeven. Sommige bewoners gaan toch, vind ik, heel makkelijk met de regels om. En dan hoor je opeens niks meer, totdat je zelf weer een bel gaat trekken van jongens, hoe zit het nou? En er wordt waarschijnlijk dan op een gegeven moment gezegd van ja, het is behandeld en hij verloren, hij heeft gewonnen. Maar ja, neem jij dan nog serieus, weet je wel. Dus volgens mij zoveel weken na het indienen moet je al een uitslag krijgen. Dus je hebt nog steeds geen antwoord gekregen? Nog steeds geen antwoord gekregen. En welke bond is dit? Het was de bond die... Glenn Huisman. Ja, de WMTA. Dus we gaan eventjes... aan de bel trekken. Moet ik me herinneren, morgen ga je eerst wat ik doe, of maandag, en zodra we weer aan het werk gaan, ga ik meteen even een belletje geven. Weet je waarom ik jou dat vraag, Ivan? Nou. Vandaag op internet was ook een Philippe Verlin, die had er ook onterecht verloren van Bustati.
Okay. En vandaag komt op internet ook protest heeft ingediend en hij heeft toch gewonnen. Uiteindelijk heeft hij de win gekregen. Philip Verlinde. Oh, dat is over die laatste partij. Oh, dat is leuk nieuws. Maar dat was België, hè? Dus... Dat is België, ja. En moet ik zeggen, maar kijk hoe snel. Die gaat er heel zorgvuldig en heel resoluut gaan ze daarmee om. 16 september was dat. Ja. En nu al hebben ze antwoord. Ja, en jij hebt al, wanneer heb jij protest ingediend voor dat Sikking abonnee? Ik weet niet hoe lang geleden. 3-4 maanden geleden. Maar we gaan erachteraan. Is goed, en hou ons op de hoogte. Ik heb het gaan we daar maar vanuit. Even over Rachel LaDames. Rachel LaDames. Hoe is het? Ik zou je niet voor lastig vallen, want je staat straks tegen Anissa. Klopt. Daar doe je van Mike's Gym, hè? Ja. Mike's Gym versus Vos Gym. Klopt. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik heb er zin in. Veel getraind voor deze partij. Ja, want Anissa die is volop aan het trainen vanadat ik het ook aan jou vraag. Ja, tuurlijk. Je kan niet zomaar die ring instappen. Nee. Ivan zal je ook niet zomaar erin laten. Precies. Hey, ik spreek je straks nog, lieve schat. Dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Dus. Ivan! Dankjewel. Heel veel succes, hè? Groetjes. Ja, Oes. Oes. Andrew. Hey. Wat is er vanavond allemaal gebeurd? Eén verloren. Jij verloren? Zeker winnen. Oh, ik ben daar verloren net, maar wel goed gevochten. Dus dat is nog niet jong, dus leren. En dus nog alleen nog Rachel en Mika. En alle mannen. Ook goed. Dat is een heel mooi lach. Come on, 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 come on,
the judges' scorecard. The world champion is standing in the blue bullet. Maar hoe beoordeel jij tot nu toe? Kijk, het is een spektakel. De dames doen het heel goed. Beter dan sommige partijen van de jongens die ik gezien heb. Dus dat is al leuk om te zien. En ze nemen allebei heel initiatief en we werken heel graag. Rode Hoek loopt eigenlijk naar voren. En in de boksen wordt dat meer gewaardeerd. Als je pressie boksen. Maar ja, Blauw Hoek, die countert ook heel veel. Dus het is gelijk. Gaat gelijk op, hè? Junior Boxer, Nederlands kampioen. Ja. Was de vierde ronde. Hoe beoordeel jij het tot nu toe? Voor mij is Rode Hoek een duidelijke winnaar nu. Rachel? Ja. Ja, want zij doet meer initiatief en ze stoot meer. Ze loopt naar voren. Dus ja, dat is wel. Jij vindt Rachel beter? Ja. Oké. Ik ben geen expert, voor mij gaat het gelijk op. Maar jij bent een expert, jij bent een bokser. Ik ben geen expert, kom maar. Het is wel grappig om dames buiten de keuken te zien. Hoe vind je die damespartijen? Ja, wel leuk hoor. Ja, hè? Oké. We komen straks nog na de vijfde ronde nog even bij je terug. Vijfde ronde is geweest. Hoe beoordeel jij dit? Ja, ik was even slecht, maar ik denk ja, Rode Hoek. Rachel? Rachel namens. Gefeliciteerd, Rachel. Wat heeft ze meer gedaan? Wat heeft ze beter gedaan? Ja, meer initiatief, meer naar voren lopen en meer stoot en trappen. Dus ik denk, in mijn ogen heeft zij wel meer gedaan. We gaan het zien, hè? Dank je. Ik dacht dat zij wel gewonnen. Jij dacht dat Rachel gewonnen had, hè? Ja, misschien dacht ik ook dat ze meer deed, ja. We zijn nu weer terug bij u. Het is goed. Dank je, dames. Romina Schoneveld voor CM Amsterdam in Norrig. Sprak net je trainer Ivan Hippolyte. Hij zegt, je hebt verloren. Vertel. Eerste ronde kwam ik niet in mijn eigen spelletje. Tweede ronde eigenlijk onbeslist. En de derde ronde voor mij. Dus we hadden het eigenlijk of ik gewonnen of onbeslist gegeven. Maar ja, helaas of ging het naar de tegenpartij. Of een extra ronde? Ja, of een extra ronde. Maar ja, helaas ging het naar de tegenpartij. Dus je bent niet helemaal tevreden? Nee, maar dat maakt niet uit. We gaan op naar de volgende. Vind je het gezellig hier vanavond? Ja, leuk. Ik heb tafel, dus super hier. Waar zitten jullie? Lekker. Zitten daar. Oké. En je trainers staan hier. Ja. Loop even mee. Andrew? We zijn niet live, want hij doet het. Maar ik ben wel aan het opnemen. Hoe is het, Andrew? Goed. Ja? Rachel, straks? Ja, Rachel is er klaar voor. En deze meneer, Mika? Ja. Zijn we er klaar voor? Hij is ook al klaar voor. Trainers, Ivan Hippolyte.